Dames, wat hebben jullie voor mooi speelgoed? Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en ik heb net 2 dagen buikgriep gehad en Olly al 4 dagen. En die heeft nog steeds een tantrum. Mooi! Mooie schoenen heb jij. Ik heb deze champion trui aan, die heb ik via ASOS gekocht. En we gaan nu... Hey, wil je erbij? En we gaan nu naar tante Kay. Ga je mee naar Kay? En Boef? Ik ben bij Kay aangekomen. En hoi Kay. Hoi, hallo. En Olly is heel erg gek op poezen. En Kay heeft een hele lieve poes, die heet Boef. Waar is de poes? Gaan we poes zoeken? Dus daar ging ze mee spelen. En die zit onder de... onder de tafel. En Biepje is ook van de partij. Ja. Ga lekker dansen weer. We zijn bij Girasol gaan eten en Rebecca en Bo en Yuki zijn er ook. Houden jullie van de octopus? En die zitten nu nog heel lief naast elkaar. Ja, octopus. Ik vind super lekker. Maar liever zo schattig dit. Dames, wat hebben jullie voor mooi speelgoed? Wij hebben lekker gegeten. Tenminste, ik heb nauwelijks gegeten eigenlijk, want ik heb geen buikpijn. Jij hebt wel lekker gegeten. Ja. Je mes is wel goed met een vlieger met je haarband. En Kay zit bij... Of Kay, of Kay. Ja, super. Kay zit bij Olivia. En Kay. Oh, vriendinnenclub. Vriendinnenclub. Zo lief, Yuki ging haar stoel uit. En jullie hebben dat toen ook aan de andere kant van de zaal later kunnen doen. Dankjewel. We are back home. Hi baby. We zijn thuis en ik heb best wel weinig gegeten. Ik dacht ik ga wat brood eten, want ik had heel erg honger. Bij Girasol, maar... Ik heb zoveel gegeten vandaag. Jij hebt wel echt veel gegeten. Ik heb echt. Alleen ik heb zo'n buikpijn. Wat heb je allemaal op? Maar je, hebt wel een, je had een Caesar salad op, toch? Vanmiddag? Ja. Oh, wil jij het flesje of een liefje heb je? Ja. Bibi is de beste grote zus. Nou, ik had net een foto gepost met deze trui op mijn Instagram. En iedereen vroeg waarvan die is. Het linkje post ik hieronder. Kijk. Dat is toch wel logisch. Opzicht. Jij vindt hem ook heel leuk, hè? Ja. Het staat er half op. Zeg maar. Ja. Ik wilde heel lang een champion trui en ik kon niet echt een leuke vinden. Ja, jij ook, hè? Mama heeft er ook een. Ja. Mag die lenen? Nee, hij is XXL. Dat is leuk. Hij is zo groot voor mij. Dat het echt niet meer kan. Dat kan echt niet. Zeg maar dat het niet meer grappig is. L is dan nog wel oké. Het is niet meer cool overzuigen. Nee, het is gewoon een spook. Dit moet even aan. There's no water in here, Bibi. Yes, there is. Maar het is een heel vies water. En Bibi moet morgen naar school. En Noortje de Groot moet morgen weer werken. Ik heb geen zin in school. Ik hoop dat ik morgen ik heb morgen een IQ-test. Wow. Ik heb morgen een IQ-test. Ik denk dat jij een IQ van 4 hebt. Zo erg. Love you, love you, Monique. Monica zou nu zeggen... Ik heb mama's kus. Mama's kus. Oh, ik mis Mo. Ik heb haar echt heel lang niet gezien. Jij hebt haar echt lang niet gezien. Ik heb haar echt lang niet gezien. Hoe lang heb je Mo niet gezien? 2 weken. Ja, dat is echt lang. Ja. Dat is ook echt heel erg lang. Anyways, ik heb super buikpijn. Dus ik ga weer door aan de gemberthee. Hopelijk is het morgen minder. Ja, maar het is wel laat al, hè? Of ik dan? Ja, ik heb de kast voor kijken. Ik ga slapen. Anders ik ga er eerst alleen met seizoen 4 kijken. Ja, nou, yeah. Echt zo leuk. Oké, je mag wel even net kijken. Ja. Maar niet helemaal. Nee. Oh. Oké, wij gaan naar boven en ik ga de vlog afsluiten voor vandaag en ik zie jullie morgen. Goedemorgen! Het is maandagochtend en het is... Hoe laat leven we? 10 uur.
Ja, het is 10 uur en ik ga nu naar mijn eerste afspraak. Ik kan geen oogmake-up op doen of wenkbrauw, want ik ga zo mijn wenkbrauwen doen. En mijn wimpers worden vandaag eindelijk zwart geverfd en gelift. Maar dat ga ik zo meteen filmen. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Misschien hoef ik dan geen mascara meer op. Tenminste, in ieder geval gaat het schelen als ik wakker word. In hoe ik eruit zie. En morgen ga ik naar de kapper. Ik ga een pony knippen. Ik weet dat iedereen gezegd had van niet. Ik ga het nog lichter doen en een pony knippen. De twee dingen die iedereen gezegd had dat ik niet moest doen. But I'm still gonna do it. En als ik het niks vind, nou ja, dan doe ik het gewoon met speldjes naar de zijkant, zeg maar. Kijken. Want dit is niet echt een hele goede manier om het te laten zien. Anywho. Ja. Ik ga naar beneden. Ik ben klaar met mijn afspraak. En tante Momo is gezellig hier. Ja, lievelingstante. En we gaan beginnen. Hi, even kijken. Hi. Vind je het ergens jouw film? Oké. Okay. Nee. We gaan beginnen met de wimpers permanent te krullen. Maar dat gaan we zo even laten zien, toch? Dat is wel leuk om even te laten zien. Oké, okay, hier doen we even een before van de wimpers. Ga ik dansen. En zo meteen komt de after. Ga jij die before en after foto ook posten? Dan kunnen ze op jouw Instagram misschien kijken. Ja. Hier komt de Instagram link waar je kan kijken. Dit zijn pads en die moet je op je ooglid en dan plak je hem zeg maar die wimpers omhoog. Sluiten. Oh sorry. Ja, gewoon ontspannen. Zo. Het wordt geplakt met een speciale lijn. Gaan er veel mensen slapen? Ja. Heel veel mensen ontspannen. Dit was een little message from you van ik ga wel slapen. Nee, ik vraag me dat gewoon af of mensen, ik zou denk ik wel in slaap vallen. En doe je dit aan huis of ook in een salon? Ook in een salon met mij thuis. Oh ja. Kijk, en dan plaats je die wimpers. Achteren. Volgens mij wordt het zo mooi. Ja, ik denk, ik heb er ook een goed gevoel over. Ik vind jouw ring ook echt zo mooi. Ja, dankjewel. Wow, kijk. Ja, mag nog niet kijken. Ik vind dit soort dingen zo leuk om te zien, die behandelingen ook. Ik vind het altijd zo ontspannend om naar te kijken. Ja. En dit is na. Ik vind het zo mooi. Ik ben er echt heel blij mee. Oh, ja. Ik ga zo nog de onderkant van mijn wenkbrauwen of mijn wimpers onder. I like it. Zo, Mo is weer naar Vinkveen. En Emine is weg. Die mijn wimpers gedaan. Ik ben er echt super blij mee. Ze heeft ook mijn wenkbrauwen eventjes geëpileerd. Dat was ook nodig. En geverfd. Ze zijn nu nog een beetje donker vind ik zelf. Maar dat wordt vast zo wel lichter. Als ik het even ga scrubben, kom vandaag echt niet aan mijn woorden. En ik heb de open haard gewoon aanstaan, ondanks dat de zon buiten schijnt. Want het is gewoon zo freaking koud. Ik heb het echt koud. Het is ook gewoon het weer buiten. Het is echt 12 graden of zo. Dat is ineens zoveel kouder dan een paar weken geleden. Nu doe ik even wat mails. En dan maak ik even wat foto's voor Instagram zo. En dan... Wat moet ik nog doen vandaag? Ik wil eigenlijk even spraytan nog doen. Even kijken of dat nog redt qua tijd. En dan is de dag voorbij. Dan ga ik lekker koken en lekker een avond met Olivia met z'n tweeën. Daar heb ik echt heel veel zin in. En ik ga deze zoete aardappel iets maken voor haar. Ja. Ja, that's it. Ik ga een zoete aardappelgerecht zoeken, want Olly houdt van zoete aardappel. Oké, okay, ik ben klaar met werken en de oppas is naar huis. Ik ben nu met Olly en ik ga koken voor mijn Olly. We zijn vanavond met z'n tweeën, dus dat is wel heel gezellig. En ik moet zeggen, ik heb nog steeds een beetje last van die buikgriep. Dus, die ziet er heel vies uit, maar is niet vies. Dit is spinazie, appel en gember. Dus ik ben helemaal op de healthy tour. Dus ik ga zo de aardappel overzien, paprika en avocado gewoon allemaal maken en dat gaan we samen eten. En dan hopelijk
worden we gezondere mensen. Met you. En Olly is al lekker een appeltje aan het eten. Appel? Lekkere appel. Dus ik ben benieuwd. Ik ga dus naar Milaan woensdag en dan naar Zuid-Frankrijk met Dior meteen daarna. Dus ik ga Olly best wel lang niet zien meer. En dan ben ik 1 nacht thuis en dan ga ik naar Parijs. Dus ik ben benieuwd hoe dat dit keer gaat. Het is echt, ik er nu alweer aan denk. Het blijft gewoon verschrikkelijk. Ik denk dat het gewoon nooit overgaat. Dus ik ga het ook gewoon echt beperken tot een minimum. Ik ben gewoon, zeg maar zo'n Amsterdam voor een dagje zonder haar. Dat kan ik wel eens naar de crèches en met de oppas en zo. Maar ja, dat is toch wel de max een beetje. Maar goed, nu 2 weekjes heel weinig dus. En dan daarna in principe heb ik geen reizen meer gepland. Zonder Olleke. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Dus dan heb ik wel, als ik wegga, weet ik zeg maar wel, oké, dat is nu. En dan zo meteen komt het wel weer goed. Doen we dit in de pan, de paprika. Ja. En onze oven is dus een soort van kapot. Tenminste, die gaat niet aan, dus ik moet alles in de pan doen. Sander zou dit echt heel vies vinden, dit eten. Die zou echt denken, bah. Papa. Papa, hè? Papa zou dat niet lekker vinden. Wat ga jij eten, Olly? Misschien moet ik wel iets van kruiden op die aubergine trouwens. Nee, dat is misschien wel lekker. En ik ben zo blij. Ik heb dus nu geen make-up op mijn wenkbrauwen en geen make-up op mijn ogen. En dat ziet er best wel oké uit. Echt vergeleken met hoe het er vroeger uitzag zonder... Dit is gewoon hoe ik wakker ga worden. I like it. Ik zit lekker in bed na het eten. Olivia, ik heb lekker gegeten, maar het is een beetje chaotisch als ik alleen thuis ben met haar. Om dan te filmen tijdens het eten. Maar we hebben heel lekker gegeten. En Olivia heeft echt al de zoete aardappel en paprika en avocado op. Dus ze heeft gezond gegeten. En ik ook. En ik sta eigenlijk best wel vol. Dus dit is een goede eerste stap richting een ander gezonder leven misschien wel. I don't know. We'll see. En nu zit ik in bed. En ik ben zo blij met die kerstlichtjes achter me. En Sander stuurde mij net foto's uit New York. Dus die ga ik even editen. Ik edit ook foto's voor Sander. Ik edit wel meer foto's voor andere mensen ook. Ik vind foto's editen echt heel erg leuk. Heel veel mensen denken dat ik het niet zelf doe. Maar dat doe ik dus wel. Because I love editing. Foto's editen echt het leukste dat er is. Ik ga binnenkort. Ik ben natuurlijk druk bezig. Heb ik dat eigenlijk al verteld? We zijn druk bezig met een webshop. Er zijn echt een aantal dingen. Ik kan echt niet wachten tot ik het kan vertellen. Ik ben dus nooit zo heel geheimzinnig met dat ik dingen niet kan vertellen. Mensen zeggen dat ik ook heb een meeting gehad en ik kan het niet vertellen. Dat is niet echt mijn ding. Want ik vertel eigenlijk altijd van alles. Maar dit kan ik dus echt nog niet vertellen. Maar er komen een paar echt hele, hele leuke dingen aan. Maar goed, de website, de webshop gaat binnenkort live. En daarop ga ik natuurlijk gewoon deze ketting verkopen. Ik krijg nog steeds echt elke dag vragen en DM's en alles over. Dat mensen het niet weten, deze ketting is in het goud en zilver te bestellen. Hij kost 25 euro. Je kan hem bestellen door een e-mail te sturen naar orders@queenofjetlags.com. Ik zal het e-mailadres hier schrijven. En wat wil ik zeggen? Ja, dus dat kan. We hebben weer voorraad binnen, dus ze zijn weer beschikbaar. En ja, dus die komt op de website te staan. Nou ja, ik ben dus bezig met deze, maar ik heb nog steeds niet echt een goede sample. Maar die komt er ook op te staan. En een aantal andere producten, maar dat zien jullie binnenkort. En ik ga dus ook een edit guide maken. Waarin ik laat zien hoe ik mijn foto's edit. En dat kan je dus kopen op die website. En dan kan je het downloaden. En dan kan je zien hoe ik Instagram foto's edit. Een hele guide. Want dat vind ik heel leuk. Dus daar zijn we ook mee bezig. Dus allemaal echt hele leuke dingen. Ik ben echt lange tijd niet meer zo enthousiast over werk geweest als op dit moment. Dus dat is wel een goed teken. Ja. Ik ga zo mijn koffer inpakken, dus voor Milaan. Maar
Maar ik heb echt totaal even geen inspiratie over wat ik mee moet nemen. Ja. Meestal als ik outfit inspiratie wil hebben, dan ga ik gewoon op Pinterest kijken. En dan druk ik gewoon street style in of zo op Pinterest. En dan hoop ik dat er leuke dingetjes uitkomen. Dus, we will see. Zometeen. Jongens, inpakken gaat niet heel goed. Het is alweer veel te laat. En ik lig nog steeds in mijn bed. En ik moet echt gaan inpakken. Dus dat ga ik nu doen. En mijn gezicht is echt knalrood op dit beeld. Geen idee waarom. Ja, ik ga mijn spullen inpakken. En dan daarna ga ik mijn gezicht reinigen. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Ja, morgenochtend. Oh, sorry. Ja. Ik zie jullie morgenochtend. Morgen komt Sander trouwens terug. Sander is in New York, mochten jullie afvragen waar hij de hele vlog is. Hij is in New York. Dus, good night. Goedemorgen, het is 7 uur. En ik ben net wakker. Ik heb me even aangekleed en gedoucht. En ik ga straks Olivia naar de crash brengen. En dan ga ik spraytan doen. Ik ben wel echt blij, want kijk, dit is zeg maar hoe mijn ogen zijn. Ik heb nu natuurlijk geen make-up op. Het scheelt toch wel echt. Kijk. Hallo. Ja, zo. Ja. Ja. Dat scheelt dus wel echt. En vandaag ga ik mijn knie knippen. Dus dat is spannend. Ik moet alleen mijn vlog zo afsluiten en een nieuwe beginnen. Want deze vlog komt morgen al online. En dan krijg ik een scherp. Ja, maar als jullie mij op Instagram volgen, ik zal het op Instagram wel posten als ik het gedaan heb. Dus het is dan nu woensdag als jullie kijken. Ja, dus als jullie dan op mijn Instagram kijken, dan als ik het allemaal gedaan heb, maar ik denk het wel, dan kunnen jullie het daar zien. Mijn Instagram is gewoon @queenofjetlex. Ik ga nu even naar beneden mijn spullen pakken en aan het ontbijt beginnen. En dan ga ik lekker Olivia zo meteen het bed halen. Ik hoop dat ze zo wakker wordt. Het zou wel heel leuk zijn. Dus ja. En ik ga de vlog afsluiten. Volgens mij hoor ik wat. Nee, valse alarm. Dus ik ga de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal en ik zie jullie zondag.